Dit is Ingrid Haringa uit Nederland. Gisteren de vierde tijd op de 1000 meter, 1:21.49. We letten uiteraard op haar, maar nog meer op deze vrouw. Christa Loeding, vorig jaar wereldkampioen, Olympisch recordhoudster, winnares vorig jaar op de 1000 meter in 1:17.65. Houdster van het baanrecord in 1:20.01. En gisteren ook winnares in 1:20.11. Drie tijden die aangeven dat Christa Loeding een gevestigde orde is op de 1000 meter. En ze moet hier Bonnie Blair's positie gaan aanvallen. Ze staat nu 2 in het klassement. 56 honderdste van een seconde achter Bonnie Blair. Haninga 7e in het klassement. Maar van belang is natuurlijk zeker die vrouw daar links. Christa Loeding, die moet hier gaan aanvallen. Neemt uiteraard onmiddellijk het initiatief. Kijk eens wat een wervelwind. Op weg naar 200 meter, Loeding. Het wordt stil, het wordt dus ook spannend. 18.5 is verreweg de snelste opening. 19.0 is goed bijgebleven van Ingrid. 30 jaar is inmiddels Loeding. Haringa schiet daar voorbij op die kruising. Net voor Loeding, die nu naar binnen gaat. Straks komt Bonnie Blair. Dit is het 10e paar. Blair start in het 12e paar. Loeding moet 56 honderdste van een seconde sneller rijden. Op weg naar 600 meter. Gisteren had ze 48 rond. 48.3 is nu haar tussentijd op 600 meter. En 49.1 voor Ingrid Haringa. Maar zij moet nu komen. Christa Loeding uit Oost-Duitsland. Opnieuw wereldkampioen of niet. En Haringa die toch nog keurig bijblijft trouwens. Nu naar de binnenbocht. We letten op Loeding, want die tijd is zo belangrijk voor een eventuele wereldtitel of niet. Daar komt ze. En dit is de eindtijd. 1:20.15. Dat is heel, heel erg snel. En 1:21.41 is wederom een persoonlijk record van een goed rijdende Ingrid Haringa. Tweede tijd tot dusver. En 1:20.15 is net even langzamer dan gisteren. 400ste van een seconde. Geen baanrecord dus. Loeding, de beste tijd 1:20.15 op dit moment. En de tweede, tot dusver, met nadruk gezegd, 1:21.41 van deze zeer goed gereden hebbende Ingrid Haringa. Alle hulde.